En die mensen noemen zichzelf ook nooit een held, hè, van zo, kijk mij eens. Die zeggen vaak van nee, dat doe je toch. Je bent er toch ook voor de ander. En dat is waarom het zo belangrijk is dat wij als Carnegie Heldenfonds die onderscheidingen geven. Ook als voorbeeld voor ons allemaal. Dat we niet langs elkaar heen leven, maar ook een zekere verantwoordelijkheid voor elkaar hebben. Het Carnegie Heldenfonds, dat is een fonds dat meer dan 100 jaar bestaat. Dat is opgericht door een hele rijke Amerikaan, Andrew Carnegie. Dat was eigenlijk de Bill Gates van zijn tijd. En die trok zich het lot van mensen aan die zich buitengewoon hadden ingezet voor andere mensen. En heeft gezegd, ik wil niet rijk sterven, ik wil mijn geld op een goede manier gebruiken ten behoeve van de maatschappij, de samenleving. En toen heeft hij dus fondsen opgericht en een deel van zijn kapitaal erin ingestoken om te zorgen dat op vele plekken in de wereld burgers die op een bijzonder heldhaftige manier op de bres zijn gesprongen voor anderen, en ook vaak met gevaar voor eigen leven, om die mensen te decoreren. Ik was in Griekenland op vakantie. Nou, we liggen eigenlijk daar op het strand, beetje. En ineens wordt er gegild en gezwaaid. En op dat moment het enige wat ik zeg is, ja, daar gaan we. En tijdens het rennen zie ik zeg maar, dat het gaat om een man in het water. Ik ga eigenlijk het water in en zwem daar naartoe. Dus ik pak die meneer vast in de kopgreep. Nou, ben ik richting het strand gaan zwemmen. En eigenlijk vlak voordat we aankomen op het strand, de laatste golf, die smijt ons eigenlijk zeg maar, tegen de zeebodem. Nou, van de klap en van de schrik laat ik dus ook die man los. En op dat moment had ik zoiets van, ja, dit gaat niet gebeuren. Dus ik ben nogmaals zeg maar, naar hem toe gezwommen en toen heb ik hem met een andere greep vastgepakt. En weer gaan zwemmen richting de kant. Nou, en eigenlijk gebeurt precies hetzelfde. Een golf tilt ons op, maar, zeg maar voordat de golf breekt kan ik zeg maar, nog schreeuwen naar iemand op de kant dat hij mijn hand moet pakken. Toen vervolgens die man uit het water getrokken. Thijs heeft echt een heldendaad verricht. Hij was op vakantie in Griekenland en toen zag hij op een strand iemand wegdrijven in zee. Iemand die kennelijk niet in staat was zichzelf te redden. En hij heeft geen seconde geaarzeld, maar hij is daar meteen achteraan gegaan om te proberen die betrokkenen uit zee te halen. En je moet je voorstellen dat op zo'n moment zeg maar, allerlei barrières wegvallen als taal, cultuur. En uiteindelijk na een half uur reanimeren. Nou, praat je met die Duitse arts en die heeft ook zoiets van, ja, maar dit gaat hem niet meer worden. Hulpdiensten zijn heel erg blij met behulpzame burgers, want als iemand een incident meldt op 112, dan duurt het toch altijd nog een x-aantal minuten voordat we ter plaatse kunnen zijn. En in al die minuten kan een incident erger worden, kan iemand meer slachtoffer worden. Dus het is heel goed als we tot actie overgaan. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend trots op hem. Ik ben trots op het feit dat hij een van onze inwoners is. Maar ik ben ook trots op het feit dat een jonge man laat zien dat hij staat voor andere burgers, voor andere mensen die hij tegenkomt, die in moeilijke omstandigheden verkeren. En met gevaar voor eigen leven, want dat was werkelijk zo, heeft hij het uiterste gedaan om deze drenkeling te redden. Dus toen de aanvraag kwam voor een onderscheiding, heb ik daar meteen ja tegen gezegd. Het bijzondere eigenlijk is dat dit mensen zijn die tot actie overgaan, ook al is er gevaar voor eigen leven. En achteraf zullen er dan altijd mensen zeggen die zeggen van ja, was dat nou wel verstandig, want het had verkeerd af kunnen lopen. Maar dat is nu juist een criterium voor deze heldenmedaille. Het had verkeerd af kunnen lopen en desondanks is iemand tot actie overgegaan. En dat verdient heel erg veel respect.